Heel lang geleden dat we dit gedaan hebben. Dan denk ik, oh, we zijn heerlijk wakker worden. Terwijl als ik thuis, als je dan... Wat niet komt, want Eline belt net. En Eline en Madelief, hoe was het in Antwerpen? Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En dit is echt... Heel lang geleden dat we dit gedaan hebben. En het is... Koekendag. Ja, mag ik als eerst? Ja hoor, jij mag als eerst kiezen. Ja, maakt mij niet uit. We zijn maar met z'n viertjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En ik heb 7 koeken meegenomen, ja. Ik heb weer... En wat zei jij? Zijn het koeken van onszelf? Waarom? Vroeg je dat? Omdat... Welke andere koekje opgegeten. Maar die vond ik vies. Deze van ons zijn lekkerder, onze koeken. Ja. Goed zo, daar ben je ook mee opgevoed, hè. De opdracht. Dat dacht ik al. Die had ik voor jou ook meegenomen. Oh, jij en voor mama de kerstpunt. Maar die wilde jij ook, of niet? Ja, of een gevulde bonus. Oh. Ik ook een kerstpunt of gevulde bonus. Zo, zou deze delen dan? Wat is dit ook? Dat is Chipolata. Oh, zal ik hem even pakken? Zo hem delen, Kies? Ja. Oh, allebei. Ja, dat wil ik ook wel. Nee. Ja, kun je ook 3? Nog een keer twee. Nee, ik neem Chipolata. 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 En zal ik even een mesje pakken? Hoe slaapt het hier voor jou, Kusje? Goed hoor. Ben je al een beetje gewend? Voor mij ook. Nog niet gewend? Ik ben wel gewend. Ik weet het andere al niet meer. Ik vind jouw kamer beter dan mijn kamer in het vorige huis. Voor jullie was helemaal goud en zwart. Ja, onze kamer nou is echt heel fijn. Ja? Vind ik. Ja, dat was ook fijn. Ja, deze is echt heel fijn. En jij, junior, ben jij gewend al? Ja. Ja? En mama? Ja. Ja, ik word zelfs niet, ik vind het zelfs niet vervelend, want de dingen hangen nog niet natuurlijk, de shutters. Maar dan word ik een beetje wakker zo van daglicht. En ja, maakt niet uit, hè? Nee? En dan zie ik die tuin. En dan denk ik, oh, we zijn heerlijk wakker worden. Terwijl als ik thuis, als je dan door de gordijnen zo'n zonnestraal had, dan dacht ik altijd, en nou vind ik dat zo lekker om met door het licht wakker te worden. Nou, het is helemaal niet super licht, maar dan komt zien door die bomen dat die een beetje... Ja. Ik denk ook niet dat het heel warm zal zijn in de zomer. Ja, en net als op de camping van Bosbad. Daar was het ook in de zomer altijd heel goed koel. Cool. Wat wilde jij zeggen, Kuus? Ik vind juist fijn dat ik in het donker wakker word. In plaats van, want op mijn vorige kamer was mijn gordijn open, hè. Maar nu vind ik veel fijner. Ik ook. In Halster hebben ze die kersenvlaai ook. En hadden ze in plaats van suiker, hadden ze zout bij de kersen gedaan. Dus dat was niet zo lekker. Die konden allemaal weg. Welke wil je? Maakt niet uit. Ja, wij ook wel eens gehad met de appelvulling. Iemand had in plaats van suiker zout bij alle appelvulling gedaan. En dat was echt voor 500 appelflappen. En die appelflappen waren allemaal gemaakt. En toen kwamen we erachter dat er zout in zat. Konden we al die appelflappen weggooien. Dat vielen. Ja, dat was echt... Ja, dat was heel vervelend. Dat gebeurt wel eens. Er zijn dan toch foutjes die je niet vergeet. Hoe was de bakkerij? Die ging vanzelf. Ik was met Eline. En... Nou, dat geruild met Eline, maar Eline die kon, die wilde niet heel de zondagochtend, maar eventjes. Dus die was er tot 9 en toen kwam Nout. Nout is nou nog bezig. Dus ik heb met Nout en Eline gewerkt vanochtend. Dat was, ik vind met Eline werken, ik werk daar niet meer zoveel mee. Vind ik altijd wel leuk. En, dat gaat altijd goed, wij samen. We hoeven maar aan te kijken en dan weten we het al van elkaar. Omdat we toch een beetje zelf denken, dus dat is, werkt wel heel lekker. En wat wij vandaag gaan doen, na Koekendag, gaan wij naar, hoe noemen ze het hier? Braderij. Braderij, wij noemen het braderie. Vroeger in Oud-Gastel noemen ze het altijd de marterij. Zit er ook wel weer een beetje bij braderij. Maar er is dus een braderie, een markt in Essen, in ons nieuwe dorp. Heb jij net al gezien misschien, dat ze aan het opbouwen waren? Want het is in de Stationsstraat. Nee, ik heb er niks van gezien. Nee, maar ik heb ze in de wilde bij het station afgezet. Oh! Want, dat wist je natuurlijk niet. Nee. Nee, dat heb je niet meegekregen. Eline, die is klaar en die belt mij. Ja, de trein van Essen, dat gaat niet. Want dan ga ik eerst naar Roosendaal, dan ga ik naar Breda en dan pas naar Antwerpen. Ik zei, ja,
Nou heb ik heel toevallig gisteravond met de overbuurman staan praten. En die werkt in Antwerpen. En die zei, ik ga ook wel eens met de trein naar mijn werk vanuit de Wildert, zei hij. Want de Wildert is echt dorp. Je zit heel dicht bij waar we wonen, 2 kilometer. Dat is dichterbij dan het centrum van Essen. Dus ik denk, ja, dat is makkelijk, want ik ga toch op de fiets. Dus ze zeggen, nou, kijk eens op Wildert dan naar Antwerpen. En dat was wel rechtstreeks. Dus ik heb ze in Wildert op het treinstation afgezet. Echt het kleinste treinstation dat ik ooit gezien heb. Nou, het bos is klein, maar dat is nog veel kleiner. Het is echt een heel klein dorpje is het. En ja, daar zijn ze nu op de trein met z'n tweetjes. Zijn met z'n tweeën shoppen, hebben we nog niet verteld. Nee, die zijn met z'n tweeën naar Antwerpen. Madelief wilde shoppen. Graag met Eline een keer gaan shoppen. Nou, Madelief heeft wat geld mee gehad om nieuwe kleren te kopen. En als het goed is, vloggen ze een stukje. Maar niet, dus dan kunnen we dat nu mooi doen. En dan krijgen we daarna onze braderij. Hier is het vervolg van Eline. Wat niet komt, want Eline belt net. Er rijden alleen maar bussen en het duurt een uur voordat we in Antwerpen zijn. Dus wij komen terug en dat is maar goed ook, want we hebben even gekregen al berichtjes op onze socials. In Antwerpen is op zondag alles dicht. Dus wij hebben onze koek op. En Eline die kan zo meteen ook nog een koekje pakken. Maar die gaat dus mee naar de braderie met Madelief. En daarna gaan we nog even nog iets doen vandaag, maar dat weten we nog niet precies. Maar mijn koekenmeel. Doe jij allemaal? Een lied zingen. Een lied zingen. Zit je lekker? Ja. Was de appelpunt lekker? Ja. Je hebt hem nog niet op? Nou, ik heb meteen nog een tompoes. Wacht maar even, want misschien willen Eline en Madelief nog wel. En Eline en Madelief, hoe was het in Antwerpen? Zo lang wachten, het was zo koud, dus we zijn maar teruggelopen hier naartoe. Ja, ja, jullie moesten met een bus in plaats van met een trein. Ja, want de trein reed niet. Nee. Ja, koud gelegd. Ja. En nu zijn jullie lekker aan het regenwormen. En ik heb nog een ding. Het is nog een 4. Jullie zijn al ver, zie ik, dus dan kunnen we zo gaan, hè? Nee. Nee? Dood. Oh, dan doe ik ook mee. Ja. En ja? Meenemen naar school. De Dubai letters gaan we morgen weer maken. Hij is op. Dat stukje. Ja, dat stukje, de onderste. Want dat kunnen kindjes uit mijn klas proeven. Nee, doe maar niet. Kindjes uit mijn klas. Ik denk dat die zo meteen al op is, die Dubai reep. Want ik heb voor mezelf een bak gekocht. Dat doe ik gewoon. Gooi jij 5 keer 1? Ja, ik kan toch alleen nog maar 11 of 13. Dat ga je heel een stuk eten. Papa. Oh. Ga je heel afstuk eten? Een regenworm. Papa, mag ik dit? 3. Ja, 3. Papa, mag ik dit stuk? Een hapje mag. Ik ga heel afstuk 15. Dit is de hapje. Dan ben je 30 kwijt. Doe normaal, nu heb je helemaal in je mond gezeten. Normaal niet. Oh, ja. 19, dat is niks. Als je dit spel niet begrijpt, we hebben hier heel lang geleden een keer een video op gemaakt. Een bonusvideo, weet je dat nog? Heel onduidelijk, maar wel echt een heel leuk spel. Ja, het is een heel leuk spel, ja. Ja, en ik mag naar de ronde nog meedoen. Ja, maar ik ook. Maar. Zo, hier zijn we bij het begin. Opgelet, manifestatie staat er dan. En dan... Ja, we gaan gewoon mee. Het is echt mega druk. We staan best ver geparkeerd. We wilden op de fiets, maar we hadden allemaal lekker banden en fietspompen. En dat lukt allemaal niet. En we zullen eens gaan kijken. Ik heb nou een beetje een vakantiegevoel, Sophie. Ja, ik heb nog meer. Nog meer, ja. Tot thuis. Ja. Ja, alleen ik mis al wel de temperatuur. Ja, ja, ja. Het is geen Spaanse temperatuur. Ja, lijkt hè. Oh, zo'n hondje. Dat is geen hond. Dat is een Octavia. Bij Tom's Dinner en dat is een hamburgerrestaurant in Roosendaal en dat is echt zo Amerikaans. Is het knappe jongen achter mij? Ja, dat is Elvis Presley. Elvis Presley vind ik echt een van de beste artiesten ever. Ja, dan moet je maar eens die oude, eigenlijk moet je een oude film van hem zien. Wat? Oh, lijkt een beetje op mij? Zonder bakkenbaarden. En er zitten hier gewoon ook Elvis fans in de zaak. Die ga ik niet filmen, nee, gewoon even de jongen tegenover ons in het bakkenbaan. Dat is Junior gaat trakteren. Junior gaat trakteren, want hij heeft 100 euro snoep op hier. Elvis fans. Ja, die zit hier gewoon. Het is echt mega Amerikaans, het is gewoon heel leuk, ik ga hier graag naartoe. Niet
Ze zitten gewoon vol, denk ik zelf. Ze moeten kijken. Maar is dat nog wel plek voor ons? Voor 7, voor 7. En Juno trakteert, want hij heeft één papier van euro's. Ik heb meer hoor. Oh, je hebt nog meer. Oh, dan kun je deze al opeten. Gewoon, ja, in België hebben ze daar nog één papier van euro's. Nee, ik heb geen tafels meer vrij. Ja, precies op tijd. Maar we hebben precies op tijd. Een kwartier. We gaan hier gewoon lekker hamburgertje eten. En dan gaan we terug naar België. En Eline die gaat voor het eerst in België slapen. Die gaat in Junior's kamer. Junior gaat bij ons. Want Eline's kamer is nog niet klaar. En dan gaan wij vannacht samen gaan wij werken. Om ja, 3:15 de wekker. Je kan nou later beginnen toch als je samen bent. Ik ga het alsnog doen, maar papa die gaat mij een beetje in de gaten houden. Ja, zo, we gaan gewoon even samen even doornemen. Goeie avond. Ja, jij zei al, ik heb al Einhard heel lang. Ja, als ik niet moet. Ja, als die moet, dan hoeft het niet voor mij. Ja? Dus wij gaan samen beginnen weer een keer. Na een hele lange tijd dat Eline alleen begint, om net weer even wat tips te geven. Jij hebt water. Ik heb Sparo. Ook Cola Zero. We zijn de familie Cola Zero. Sparo. Ja, cola. Ik heb nog u had de cola, geen cola zero. Ja, cola. Ja. 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 Ja, Jan, we zijn gewoon met 5 meiden op stap, hè? Hey, met z'n tweeën, hè? 2 jongens. Ik ben gewoon met 2 mannen op stap, hè? Toen was het weer avond bij Huis en Nagel kijken. En Eline blijft vanavond voor het eerst in Essen slapen. En dan gaat hij niet slapen. Oh, heb je al uitgelegd? Ja. Oh, nou, nog een keer dan. Ze gaat in het bed van Junior. Junior die komt bij ons. Misschien bij... Of ga je bij Eline slapen, Junior? Nee, misschien wel. Junior wil heel graag altijd bij papa en mama nog in bed. Ja, hij is al wel 6 jaar, maar toch wil hij altijd nog bij papa en mama in bed. Ja. Dat is, maar mama en papa vinden dat ook niet zo erg. Want... ja, hij is toch ons kleinste kindje en... hè, Jan? Hè? Ik heb een naam. Jij vindt dat heel leuk, hè? Camera voor mij. Ik vind het niet zo heel leuk altijd eigenlijk, maar... Een camera, kijk wat ja. Hij doet. Kijk maar wat hij doet. Gaat een foto maken. En Eline, hoe vind je het zo voor de eerste nacht hier? Nou, dat weet ik niet. Oh, zo kan ik iets erin doen. Oh, we hebben de... gaskachel aan, maar is er weer uit. Is hij uitgegaan? Het is ook echt koud ineens. Oh, ik had hem aangezet. Papa! Mannenlief! Ben je vloggen? Ja? Ik hoor zijn stem. Oh, dan praat ik duidelijker. Ja. Is dit ook een powerbank? Nee. Denk het niet. Misschien is het wel een powerbank, kan ook. Maar volgens mij is het draadloos opladen. Ik weet het niet. Moet even kijken wat er op het doosje staat. Ik heb geen doosje. Zijn Guusje en Floor in de tuin aan het spelen, of niet? Guusje zit in de kamer en Floor zijn doosje. Nou, die waren net in de tuin nog aan het spelen en dat was Sophia's, weet ik niet. En ik ook. En jij ook, ja. Wie is ook weer. Dat is al een rekkertoren daar zo. Ja, het huis is echt al een beetje klaar hier zo. Niet helemaal. Nee, nog niet helemaal. Nog. Jouw speelgoed moet nog, ja. Hé, hey, weet je wat je in kan doen? Een schommel maken. Ja. Ja. En wij gaan jou op bed leggen, Junior, want het is al 7:45. En morgen mag jij lekker naar school? Nee. Jawel? Nee. Vind je het leuk op de nieuwe school? Nee. Nee? Ga je jou nee zeggen? Ja. Ik vind het echt niet leuk. Oh. Klein beetje dan. Klein beetje leuk. Wat is dit? Ja, dat is om voor te stemmen met mijn instrument. Dat is een stemmachine. Ik weet eigenlijk niet hoe ze dat, hoe ik dat netjes noem. Mag ik dat even gebruiken? Dan kan je, ja, volgens mij zijn de batterijen leeg. Dat is voor te stemmen met mijn instrument. Druk eens op rood, ja? Gaat die aan? Nee, batterijen zijn leeg. Waar is het doosje, papa? Dan kan ik weten of mijn toon precies de goede hoogte heeft. Wat bij het orkest hoort. Gitaren doen dat ook. Om te stemmen. Dat je allemaal hetzelfde klinkt. Slecht er maar terug.
Ja, dit is echt een la met stekkers en elektrische dingetjes en batterijen. Oh, nee, doe het nog. Hier is... Ja, het is een draadloze. Hallo. Oh. Wat betekent inductive tracer? Weet ik veel. Dan moet je aan Guusje vragen. Die is goed in Engels. Hoe doet hij het? Nou, als ik dan een toon... Hij stond net even aan, zag ik. Oké, zeg het in de comments. Wat betekent inductive tracer? Nee, hij doet het ijsleeg in. Ja. Wat betekent dit hier? Staat het niet in het Nederlands eronder? Ja. NL. Staat er altijd in het Nederlands wel bij, meestal. Ja, hier. Gebruikersaanwijzing. Oh, gebruikersaanwijzing. Mama, wat is dit? Inductive charger. Mama, het stond voor mijn vie. Laat alles maar gewoon liggen, zie ik het? Volgens mij een draadloos oplader. Dit moet je want je hebt ook een inductieplaat, daar kun je op koken. Heet de inductieplaat. Oh ja, topografie gaan leren, madelief. Junior, die gaan we op bed. Als ik mij nog ga leren met Eline. Oh, leuk hè? Weet Eline het nog? Opladen, de topo, Eline, wist je het nog? Nee? Ga je gewoon vergeten hè, gek is dat hè? Nou ja, hier is een gewoon avondje. Wij gaan zo naar bed en naar bed brengen. Dus dit was het dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.